Hallo whiskyliefhebbers, Jock van Scotch & Folk met vandaag een blogje over Glencadum. Nou, jullie hebben mij al eerder bij Glencadum zelf gezien in een van mijn eerdere blogs. Daar heb ik David Wilson geïnterviewd. Nou wil ik het hebben over een nieuwe core range van Glencadum die hier in Nederland is. En jullie kennen, als het goed is, van de festivals en zo, van de stand van Bressel en Timmer, hier bijvoorbeeld de Glencadum 10. Hier is de Glencadum 10. En dat is heel erg bekend. Is al jaren in Nederland. En uiteraard ook zijn oudere broer, de 15. En fresh bourbon zijn ze dan gemaakt. En dan hebben we drie nieuwe in Nederland. We hebben hier een Portwood finish. Het is een 12 jaar oud Portwood finish. Ik ga deze niet recenseren, maar ik wil jullie hem wel laten zien. Vanwege de mooie kleur. Kijk wat een mooie kleur dat het is. Dat is gefinished in een portpipe. Mooie whisky, maar daar ga ik het nu niet over hebben. Want ik wil het wel hebben over twee andere. Onder jullie aandacht brengen. De nieuwe Oloroso finish. Hij is 14 jaar oud. Het staat er ook mooi op. 14 jaar oud. Als het goed is, kan je hem nou mooi zien. Oloroso finish. En het is een Oloroso cask finish. En hij is 14 jaar oud, zoals ik zei. En rather enriched. Ik zal hem eentje in mijn linkerglas doen. Een mooie Copita glazen om het te recenseren. Ho, mijn favoriete geluid. Hier is die, de Oloroso finish. Kijk, ik doe hem even in de Copita glas. Links, de Oloroso finish. En nou, unchill filtered en no caramel coloring. Zoals we gewend zijn van de mooie Glencadum. Nou, ik zet hem even hier. De Oloroso. Daarnaast heb ik iets heel bijzonders hoor. En ik vind het heel leuk als jullie dit te zien krijgen. Dit is de Glencadum 21. Hier heb je hem in de koker. Een mooie rode luxe koker. 21 jaar oud. Glencadum. En het heeft geen finish of zo gehad. Het is een hele mooie bourbon cask. Glencadum. En je kan het ook een beetje zien aan de kleur. Opnieuw weer 46% alcohol. En daar zit geen kleurstof of wat dan ook in. Deze twee mooie Glencadums wil ik het nu over hebben met jullie. Nou, Glencadum is een mooi bedrijf. Het hoort bij de Angus Dundee Distillery. En ze hebben dan twee distilleerderijen in Schotland. Waaronder eentje in Tom & Towel. Daar hebben we het nu niet over. En ook de Glencadum. Glencadum is een aparte distillerij van Tom & Towel. En Glencadum zit in de stad Brieken in Noordoost-Schotland. Nou, eerst over de Oloroso. Oloroso sherry is een mooie nootachtige sherry. En dan wou ik het eerst nuizen zonder water. En ik heb het wel vaker gedaan, maar ik herhaal het. Met de mond open ruiken. Hij is oranje van kleur. Hij heeft mooie benen ook. Lekker siroopachtig. In de neus is die dan specerijen. En hij is heel elegant. Heel elegant is die. Ik proef hem even onverdund. In de mond iets bloemigs, hè? Floraal, zou je kunnen zeggen. En specerijen, het heeft iets verfijnds ook. Hè? Een elegante, verfijnde whisky met vanille. En uiteraard, nu komt het de sherry. Ik doe een beetje water in. Nu komt dat sherry behoorlijk los in mijn mond. Heel zoet. Blijvend zoetheid. Sherry, krenten. Chocola. Mm.
met water. Klein beetje peper. Peper, specerijen. Lekker jongens. Heerlijk. Deze nieuwe Glen Cairn. 14 jaar oud. Nou. Ik heb mijn mond even schoongemaakt met water. Gewoon water. Kijk eens. Spuit op de tong. En dan is de tong mooi schoon, hè. En dan ben ik klaar voor zijn oudere broer, hè. 21 jaar. Niet Oloroso. Dat niet. Maar 21 jaar in een... In bourbon, ex-bourbon vat. Ik zal iets voorlezen in het Engels voor jullie. This expression has been bottled at 46% to retain the whiskey's unique and natural characteristics and subtlety of taste. And by not chill filtering this whiskey, it ensures the aromatic components of the whiskey are preserved to enhance presence and flavor. No caramel coloring has been added. And there has been no chill filter. Okay. Now, wat vindt Jock hiervan? In de neus. In eerste instantie de kleur, hè. Hij is licht goudkleurig, hè. Je ziet vaak bourbon whiskies die geen kleurstof hebben. Die toch wel eruit zien als witte wijn. En deze whisky langs het glas. De tranen... komen gelijkmatig 1, 2, 3, 4. En daartussen ja, blijft behoorlijk plakken, behoorlijk siroopachtig. En even onverdund in de mond. Nog een keertje. Sinaasappel, citrus, duidelijk de citrusachtige fruit, lichte citrusfruit. Deze linker, als ik over fruit zou hebben, met deze zou ik het over dadels hebben en over pruimen enzovoort, de Oloroso dan. Maar deze is duidelijk dat lichte fruit van citroentjes, sinaasappels, mandarijntjes. Duidelijk... Het is heel, heel toegankelijk, deze 21 jaar oud. Hij gaat zo makkelijk in. Verfijnd citrus. Heb je wel eens van het kandij gehad, hè? Van die kandijsnoepjes. Daar heeft hij ook wat van weg. En een klein beetje bitterkoekjes ook, hè. Doe iets water in. Water langs het glas. En ik zie hem naar beneden zakken, dat water. Oké. Okay. De eik, hè. Dit blijf ik proeven, hè. Vanille, citrus, elegant en mooie dram om in te schenken op mooie momenten. Twee fantastische nieuwe drams voor jullie, dames en heren. Op de schappen en jullie slijters. Vraag erom. Glen Cairn 14 Oloroso Finish. Fantastisch. Chocolade bij. Pruimen, dadels. Citrus in de 21 jaar oud en de bourbon. En tot de volgende keer zeg ik, slantje baan.